Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Eden is nu, maandag, 6 weekjes. En hij is al zo groot geworden. Hij is aan het lachen, hij is aan het brabbelen. Zo schattig. En het gaat me allemaal veel te snel. Zo schattig. Al ga je nu niet praten nu de camera er is. Jeetje, dit is wat hij ziet. Oh, wat eng. Hey Eden. Oké, nou, nu ik dat weet. Oh. Goedemorgen jongens. Nou, ik heb echt de beste nacht van mijn leven gehad. Want iedereen heeft gewoon 6 uurtjes doorgeslapen. I'm so happy. Het is nu 8 uur 's ochtends. Nou, normaal mijn niet bellen rond het tijdstip. Maar ik ben nu zo uitgerust. Alleen iedereen heeft zichzelf ondergescheten. Ondergekotst. En hij heeft ook een beetje ontstoken oog. Dus ik ga hem nu lekker in bad doen. Ik ga zo'n badje klaarmaken. En dan vandaag ga ik naar Benefit Event. Ik ga eigenlijk de laatste tijd nooit meer echt naar events. Omdat ik het gewoon eerlijk gezegd fucking awkward vind. Er komen allemaal bekende mensen die dan zeg maar willen socializen. En dan doen ze allemaal interessant en daar heb ik gewoon geen zin in. Maar vandaag ga ik met iemand die ik super leuk vind, die ik ook echt al een tijdje volg. En dat is Dima. En ik weet niet, ik vind haar gewoon echt een hele leuke meid, gewoon dezelfde. En veel van mijn kijkers, die, als ik vraag van naar wie kijken jullie, kwam haar naam ook vaak voorbij. Dus ik dacht, ja, we zijn eigenlijk Snapchat friends. En vandaag is de eerste keer dat we elkaar gaan zien. Maar ze is echt fucking grappig, dus het wordt sowieso een leuke dag vandaag. Oh. Hoofdhuid, Kil. Wat? Hoofdhuid? Ja. Maar dat is helemaal wit. Ja, die schilfers wat jij ook hebt op je hoofd. Ja? Ja, dan moet je eraf kammen. Begint het nu al, de schilfers? Nee, daar hebben alle baby's. Ja? Ja. Nou, iedereen is net in bad geweest. En Daf wil nu met hem onder de douche. Dus ik ga even met hem douchen. En dan ga ik hem aankleden. En dan ga ik eten. En mezelf even fixen, want this ain't it. Nou, ik heb net Hey. Nou jongens, ik ben mijn vlogcamera vergeten. Ik ben hier met Dima. En we dachten we gaan even naar een leuk event. Dus dat ik op een bouwterrein naar beneden moeten. Nou, ik moet mezelf wel vasthouden, anders vliegt mijn haar en mijn ik weg. Mijn wimpers zijn mijn haar. Zijn er. Oh, sorry. Ik wou geen flash doen. Nou, we zijn nu bij Hongdae. En ik zeg jullie eerlijk, die chicken gyoza moeten jullie echt halen. Die is kapot lekker. Hey jongens, het is alweer de dag erna. Wat heb ik allemaal gefilmd? Oh ja, ik was bij Benefit geweest. Sorry, mijn hoofd ziet echt niet uit. Geen wenkbrauwen. Wimpers zijn helemaal af. I'm sorry. But zomaar praat ik Engels. What the fuck? Het was echt super gezellig met die man. Ik heb ook een cadeautje van haar gehad.
Je zou denken Bijenkorf, nee. Dit is een cadeau wat ik alleen van Dima heb kunnen krijgen. Noedelpoes. Klopt met elk soort noedel. Is gegeven. Super lief. En we waren ook naar het Benefits event gegaan. Daar heb ik ook een goodie bag van gehad. En ik zal jullie even laten zien wat erin zit. Een waaier. Nou, sinds het geen zomer is geworden in Nederland, heb ik die waarschijnlijk niet nodig. Een sleutelhanger met... Is de spiegel? Met de spiegel erin. Mascara volgens mij. Een fluffy brow. En nog een mascara. En... Oh, schattig. Een ding ook voor je voor aan je sleutelhanger volgens mij. Ik praat een beetje zachtjes, want Eden is nog aan het slapen. En ik was deze ook helemaal vergeten te filmen. Want die had ik zo binnengekregen van Benefit. Ja, sinds ik moeder ben, vergeet ik letterlijk adem te halen. Dus dit ben ik allemaal vergeten te filmen dat ik het binnen had gekregen. Maar kijk hoe vet, hè. Hop. Valt op de tafel. Kijk hoe cool. Allemaal mascaratjes. Dus very much thank you, Benefit. Ik heb genoeg mascara voor, ja... 6 jaar. Ik doe echt kapot lang met een mascara. Dus ik ben wel eventjes zoet hiermee. Oh, die is leeg. Nou. Ben, die was vandaag echt heel opstandig. Hij heeft alleen maar gehuild. Hij was de hele tijd wakker. En hij wou gewoon niet slapen. Op het moment dat hij in slaap viel, werd hij gewoon weer wakker. Omdat hij gewoon niet wil slapen. Dus ik en Daf waren vandaag helemaal gesloopt. We hebben het omgewisseld, maar we waren alle twee echt kapot. Nou, goedemorgen jongens. Ik sta nu in de badkamer. Ik ben mezelf even aan het klaarmaken, want ik ga straks weg. Maar voordat ik weg ga, wil ik nog eventjes iets cools met jullie delen. Maar ik kom zo bij jullie nadat ik mijn gezicht even heb schoongemaakt. Kijk mijn hoofd. Ik heb wel even snel mijn haar nog gedaan met de Dyson. Ja, lekker de wc ja, doorspoelen. Oké, jongens, ik ga jullie even mijn parfumcollectie laten zien. Besef even hoeveel, hè. En dit is de kant. En zal ik jullie wat grappigs vertellen? Ik gebruik ze bijna nooit. Echt bijna nooit. Mensen die mij al een tijdje volgen, die weten dat ik fan ben van Parfumado. Ja, je krijgt dus elke maand zo'n flesje opgestuurd. En je kan daar dus een maand mee doen. En ik heb nu nieuw besteld. Girls, ik zeg jullie eerlijk. Hoe heet deze? In Love with the Cocos. Oh mijn god. Echt, als je van zoete geuren houdt die lang blijven zitten, dit is echt een aanrader. Yes. Screenshotten, jongens. Screenen. Voor mijn nieuwe kijkers die niet weten wat Parfumado is en er nog nooit van hebben gehoord, ik zal het even kort uitleggen. Parfumado is dus een dienst, een abonnementendienst, waarbij je elke maand zo'n flesje opgestuurd krijgt. En je kan dus kiezen uit 550 bekende of niche geuren. En misschien denk je nu van, oké, waar moet ik dan aan denken? Nou, denk aan Hermès, Paco Rabanne, Montal. Dat is ook een van mijn faves. En ja, 550 geuren, dat zijn best wel veel. En als je niet weet welke geur bij jou past, dan kan je op de website ook een parfumquiz doen. En dan kan je gewoon aangeven welk parfum je lekker vindt. Hou je van zoete geuren? Hou je van doordringende geuren? Dat kan je allemaal in die quiz doen. En de uitkomst, daar komen dus een paar geuren uit waarvan ze denken van oké, dit past bij jou. Je betaalt dus per maand €14,95 en dan krijg je dus zo'n flesje opgestuurd. Als ik denk aan abonnementen, denk ik gelijk aan wurgcontract en dat je voor een lange periode vast zit. Wat mooi is aan Parfumado is dat je elk moment kan afzeggen.
of kan pauzeren. Dus stel je hebt 4 maanden lang 4 van die flesjes achter elkaar gekregen. En je denkt van nou, ik kan er nog best wel lang mee doen. Dan kan je het gewoon pauzeren op elk moment. En je hoeft dus niet 4 of 5 maanden te wachten totdat je het kan opzeggen. Dus dat is ook super nice. En omdat jullie mijn kijker zijn, moest ik natuurlijk wel eventjes iets fixen voor jullie. Voor de mensen die nog geen klant zijn. Dus normaal betaal je €14,95. Maar met mijn code voor de nieuwe klanten betaal je de eerste maand €7,50. Hieronder in de beschrijving staat de link. Klik erop, gebruik mijn kortingscode voor de eerste keer voor €7,50 of zo'n flesje. En €14,95 per maand, ik moet jullie eerlijk zeggen. Kijk, dit is hoeveel erin zit. Ja, het is gewoon geen geld. En sommige parfums die kosten gewoon €60, €70. Dus voor €14,95 per maand. Ja, als je een parfumliefhebber bent, net als ik. Jullie hebben mijn stash gezien. Is het gewoon echt een heel redelijk bedrag. Ik heb hier ook nog een andere geurtje. Die heb ik nog niet getest. Dus ik kan zeggen taste test. Smeltest. Deze heet Jimmy Choo Fever. Ik wil hem niet op mijn arm zetten, want daar heb ik die lekkere gespoten. Even kijken. Zo. Deze is heel zoet. En ik hou niet echt van hele, hele zoete parfum. Iedereen is aan het huilen. Oh my god, laat me opschieten. Ja, ik hou niet echt van hele zoete parfum. Oh, later is hij wel wat lekkerder. Nee, in het begin vond ik hem niet zo lekker. Oh, nu voel ik me echt een slechte moeder. Oké, nou, ik kom zo terug. Nou, daar zijn we weer. Wat ook echt handig is aan dit flesje, het past gewoon in je tas. En vooral als je op reis gaat, deze mag gewoon in je tas. Weet je hoe vaak ik parfum moet weggooien? Echt zonde. Dus, dikke vette aanrader. Deze zit altijd standaard in mijn tas, omdat die grote flesjes passen er gewoon niet in. En dan vergeet ik weer parfum te spuiten. Dus, ja, de link staat in de beschrijving. Ga checken en ben je begonnen en weet je dus niet welke geur bij jou past, doe dan de parfumquiz. Yes, schat, mama is al klaar. Mama is al klaar met praten. Mijn lekkere baby. Als je later groot bent, dan gaat mama ook parfumado voor je bestellen. Nou jongens, ben weer bij Sorella Beauty Bar in Diemen. En ik ga weer mijn wenkbrauw doen. En kijk, mijn wimpers zijn echt helemaal uitgestorven. En die gaan we ook even opvullen. En dan zie ik er gewoon weer normaal uit. Als ik wakker word, zie ik echt monsterlijk uit. Nee, ik zal het nog aan hem weghalen en opnieuw. Ja, is toch hetzelfde? Oh ja, nee, niet opvullen. Ja. We gaan het eraf halen en weer opnieuw doen. My excuses. En mijn wenkbrauwen die blijven echt lang zitten nadat ik hier heb gedaan. Echt een week, anderhalve week max. En de volgende keer, als deze girl terug is van VK, dan gaan we PMU doen. En dat wil ik echt gewoon heel lange tijd doen. Maar omdat ik preggo was, kon ik het niet doen. Dus over een paar dagen ga ik dat doen. Zin in. Zo. Ik ben weer thuis. Brows are fresh. Oh my god. Ik ga nu even Eden zijn luiertje verschonen. Wat ik ook heb gehaald is een zo'n doek waarbij je je baby erin kan doen. Oh my god. Deze wil ik al zo lang hebben. En Taf heeft hem voor me besteld. Dus ik ga hem nu maar even gelijk omdoen. Oké, zo. Ja, mama gaat opschieten, schat. Zo. Dan doe je deze erin. Ja. Dan. Was dan via voor of via achter? Nee, via voor. Dan 1 keer knopen. Of nee, 1 keer draaien. En dan knopen. Ja, zo. Zo. Dan ga ik hem eerst even verschonen en dan ga ik hem erin doen. Serieus, kijk hoeveel deze baby beweegt als ik hem probeer zijn luier om te doen, hè. Echt waar. En altijd als ik hier iets zet, dan trapt hij het omver. Kijk hier. Hij wil het gewoon wegtrappen. Nou ja. Ja, je bent een stoutert. Je bent een stoutert. Ik ben ook echt helemaal bezweet alles. Nou, laat me even. Ik ben nog 1000 dingen tegelijkertijd aan het doen. Nou, hopelijk heb ik hem goed gezet. Ja.
eerste keer in mijn leven dat ik dit ga doen. Ik weet niet of het goed is. Oh, yeah. Ja, zo kunnen gewoon naar de club hoor, iedereen. Kunnen samen zo naar de club. Move, shake, now drop. What your mama said. Ik weet niet of die tune zo gaat hoor, maar... Het ziet eruit alsof het niet goed zit. Ken je dat? Yeah, nice. Als je maar niet op mama gaat kotsen. Oh, ik heb het gelijk benauwd. Echt duizenden dingen gaan door mijn hoofd heen. Volgens mij zit hij niet goed. Niet kotsen, hè? Ik hoorde die boer en het klonk alsof hij moest kotsen. Nou jongens, dit was weer de vlog voor vandaag. Het spijt me dat het zo'n korte vlog was. Want ik heb deze vlog niet heel veel gefilmd. Maar in de volgende vlog zal ik wat meer filmen. En ik hoop dat jullie toch nog een leuke video vonden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Later!